wordt vandaag weer een echte zomerse dag met 23 graden aan zee en 27 graden in het binnenland. Dit is het TV West nieuws van donderdag 26 juli. Ik ben Hester Boer. Het vissersbootje dat gisteren in brand vloog voor de kust van Terheide is terug in Scheveningen. De reddingsboot van Scheveningen bracht het scheepje terug. De enige opvarende raakte bij de brand niet gewond. De brand op zee werd gezien door veel strandgasten. Achteraf viel het erg mee. Nee, viel mee. Viel mee, een klein brandje. Toen we eraan kwamen was het niks meer dan een beetje rook. Dus viel mee. Tijdens een dagje strand wordt er veel gegeten en gedronken. Maar de verpakkingen die slingeren vaak nog rond. Daarom rijden er 's nachts schoonmaakploegen rond op het strand, die het hele strand weer schoonmaken. Verslaggever Jade van Doornik is op het Noorderstrand in Scheveningen. Jade, is het strand alweer helemaal klaar voor een nieuwe dag? Nou, het begint er hier inmiddels behoorlijk schoon uit te zien. En dat kan ook bijna niet anders, want al vanaf diep in de nacht rijden hier tractoren heen en weer. Met daarachter machines, zogeheten beachcleaners. En ja, die zeven het strand, het zand als het ware, zodat het weer helemaal schoon wordt. Het zijn ongeveer 20 mensen die zo'n hele nacht doorwerken en het schoonmaken. Zodat iedereen 's ochtends weer op zijn handdoekje kan plaatsnemen hier op het strand. En niet alleen voor die mensen is het handig dat het strand schoon is. Nou ja, dat natuurlijk omdat er al aardig wat vuil door die machines eraf gehaald wordt, wat metaal is en zo. Dat scheelt natuurlijk hè, met het zoeken. Ja, het blijft natuurlijk altijd nog wel een verrassing. Nou, de stoeltjes die staan er in ieder geval klaar voor. Het zonnetje begint ook behoorlijk aan kracht te winnen. Het is een schoon strand, dus klaar voor een lekkere stranddag. En wie het drukke strand wil mijden en verkoeling zoekt in het water van een zwemplas, kan bedrogen uitkomen. De blauwalg slaat weer genadeloos toe. Aan onze kust is zwemmen geen enkel probleem, maar bij de meren en plassen ligt het anders. Op tal van plaatsen gooit de blauwalg namelijk roet in het eten. Zo meldt de provincie. In regio Haaglanden hebben we behoorlijk veel last van blauwalg. Bijvoorbeeld Marestein, Noordzijde en Zuidzijde. Daar is een zwemverbod voor ingesteld. Regio Leiden en omgeving is behoorlijk goed. Bij Park Marestein in Den Haag is er vandaag inderdaad geen zwemmer te bekennen. Allemaal vanwege die kleine spelbreker. Ja, blauwalg. Mag niet. Kijk, heel vies. Nee, blijf zitten hier. Bij de Dobbenplas in Noodorp duiken de mensen wel gewoon het water in. Maar daar is dan ook geen verbod. Er geldt alleen een waarschuwing vanwege kans op een geïrriteerde huid. Maakt mij niet uit. Wij gewoon lekker gaan, dan zien we het wel als het een beetje... Ja. Maar wist je het wel, dat er gewaarschuwd werd of niet? Ja, ik zag het. Maar dan heb je zoiets van lekker peuk, gaat toch? Ja. Wie deze dagen twijfelt over de kwaliteit van het zwemwater, kan contact opnemen met de provincie. De spitsstrook op de A4 richting Delft tussen Schiphol en Nieuw-Vennep blijft nog dagen buiten gebruik. Door de zware regenval van vorige week is het zand onder het wegdek weggespoeld. Hierdoor zijn verzakkingen ontstaan. De spitsstrook aan de linkerkant van de weg kan niet worden gebruikt. Aan de hefbrug van Waddinxveen worden vandaag en morgen aan beide kanten voetpaden gemonteerd. Tijdens dat werk is de scheepvaart gestremd. De voetpaden zijn in Krimpen aan de IJssel gemaakt en worden vandaag over het water naar Waddinxveen gebracht. Vorige week werd het beweegbare deel van de hefbrug met wegdek naar de heftorens in Waddinxveen gevaren, zonder de voetpaden. ADO Den Haag heeft de vierde oefenwedstrijd in aanloop naar het nieuwe seizoen met 3-2 gewonnen van FC Dordrecht. Voor de rust kwam FC Dordrecht op voorsprong door een doelpunt van Roderick Gielissen, die notabene van ADO wordt gehuurd. Na de rust werd de achterstand ingehaald en werd het alsnog 3-2. Leiden heeft er een nieuw volkslied bij. Het lied Leiden, wat ben je mooi van de band Second Floor wordt opnieuw uitgebracht. En dit keer wordt het gezongen door rasleidenaar Peter Labriere en jazzzangeres Vivienne Aerts. Gisteravond werd het lied opgenomen. Hele schoofjes, ja. Hele schoofjes. En hier hebben we nog een stukje, dat is ook een aardig stukje hier. Gaan we transponeren en dan gaat het omhoog. Oké. We hebben nou zo lang zijn we er al mee bezig, zo'n jaar of zes proberen we het te promoten. Maar deze gaat het echt worden. Leiden, wat ben je mooi. Leiden, wat ben je mooi. Met je singels en je grachten. Leiden, wat ben je mooi. Leiden is wel mijn stad, dus heel speciaal om in Leiden terug te zijn. Even voor de zomer en dan hoppakee, Leids volkslied opnemen. Ja, heel leuk.
Ik ga hier nooit meer weg. Waar kan ik meer? Je bent de nieuwe leider Rita Rice. Dus ga je met mij ook nog even wat zingen? Ik heb een hele goede leermeesteres, dat is Vivian. En die daar zing ik van me mee. Gaat best wel lukken. Die strijkt het wel helemaal glad. De Blauwpoortbrug. Leiden niet alleen, ouders. Kijk, hier loop je net weer even iets op de muziek vooruit. Ja, dames en heren, een prachtig mooi lied over Leiden. Waanzinnig gezongen door Vivian en Lamierassa. En dan nog even de kranten. Het nummer 114 Red een Dier werkt goed volgens het AD. 5000 meldingen komen er per maand binnen over dierenleed. En dat is een verdubbeling, zegt de dierenbescherming. En erg handig in deze vakantietijd, van je vliegangst afkomen door virtuele therapie. Daarover schrijft Den Haag Centraal. Het programma van onder andere de TU Delft zorgt ervoor dat je de vliegreis levensecht beleeft. En dat zorgt ervoor dat je er vanaf komt. En tot zover het TV West nieuws van donderdag 26 juli. Meer nieuws hoor je op 89.3 Radio West en vind je op onze website omroepwest.nl. En daar is ook onze app te vinden die je kunt downloaden. Ik wens je nog een hele fijne dag.